Koen, we zien een prachtige medaille. We zien een jongen die erg blij is. Want Nederlands kampioen op de marathon, ja, dat doet je wel wat. Ja, zeker. Is mijn eerste keer. Op de marathon tenminste. Het zag er naar uit dat het een hele mooie strijd zou gaan worden. Met in eerste stand dus die Martin erbij natuurlijk. Die viel helaas af. Maar het bleven nog Patrick en Hugo over die in dezelfde groep starten. Dus ik ben hartstikke blij dat ik daarvan als eerste finish. Ja, samen trainen met Hugo, dus je wist ongeveer hoe het zat. En aan het eind kon je hem lossen. Ja, dat was wel een beetje verrassend voor mij. Want ik kon natuurlijk van bij mezelf voelen dat de krachten wel wat aan het afnemen waren. En het tempo ook wat inzakte. Helaas, want we zaten lange tijd op een mooi schema van een hoge 2:11. We hadden eigenlijk gehoopt, omdat we met z'n drieën overblijven, ook met die Engelsman. Dat het door de strijd toch nog wel inderdaad in die 2:11 zouden kunnen gaan lopen. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik weet van de trainingen dat hij eigenlijk altijd wel een goed slot heeft. En ik vind hem eigenlijk een echte marathonloper. Omdat hij in het verleden heeft bewezen dat hij en goed kan drinken. En gewoon vlakke marathons met weinig verval kan lopen. Ja, maar vandaag had hij dan toch behoorlijk wat verval. Ja, en jij maakt weer een goede stap vooruit. Want het was een tijd lang. Ging het niet, hè? Nee, mijn PR staat 2 jaar terug. Wat verschillende soorten ongemak in de tussentijd gehad. Ik moet er even af. We komen zo bij je terug. Er zat nog even Wilhelmus tussen, Koen, maar we zijn weer terug. We waren bezig met te zeggen dat je zei van Hugo, prima marathonloper. Aan het eind verraste mij dat hij wat los moest laten. En jij zelf toch weer na 2 jaar een stapje vooruit. Ja. Daar waren we gebleven. Ja, ik heb wat verschillende ongemakken dus in de tussenliggende jaren gehad. En vorig jaar dan overstap van trainer naar Gerrit van Lent. Dat beviel heel goed, toch in het voorjaar weer wat probleempjes. Maar nu heb ik gewoon een goede voorbereiding. 3 maanden lang goed getraind. Waarvan eigenlijk het hele deel in Kenia. Tussendoor het NK 10 kilometer en in Rotterdam gelopen. Waar eigenlijk ook gewoon, zeker het NK 10 was gewoon een goed resultaat. Dus ik wist dat ik op de goede weg was. En daarom durfde ik ook op 2:12 te starten. Ik dacht dat een reëel tempo was. In de wedstrijd ging het zelfs ietsjes harder. Maar helaas moet er dan toch in de laatste 4-5 kilometer moet toch weer wat toegeven op het schema. Maar ik ben gewoon blij dat ik na 2 jaar weer het oude niveau te pakken heb. En vanuit hier denk ik dat ik best wel weer een hele mooie stap kan maken. Zeker als ik gewoon zie dat hoe comfortabel ik die 35 kilometer op die 2:11:30, 2:11:40 op dat tempo heb gelopen. En je eerste toernooi als senior straks, EK toernooi. Ja, klopt. Baantoernooi. Tenminste, ik heb wat cross toernooien meegemaakt. Maar voor de EK wil ik zeer zeker gaan. Ja. Je hebt gezegd, WK, dat zag ik helemaal niet zitten. Achteraf gezien denk je nog altijd een goede beslissing geweest, hè? Ja, ook toen ik de WK op tv zat, heb ik er zeker niet met spijt zitten kijken. Van daar had ik ook moeten zijn. Toen ik hem eigenlijk zag, dacht ik van... ik ben blij dat het, tenminste blij, ik loop toch liever een andere marathon. Want het ging zo ongelooflijk hard weer op die WK en dan vind ik dat je gewoon, je kan gewoon niet meedoen. En plus dat ik het landenklassement eindigde, Portugal nu geloof ik als eerste, die gewoon 3-4 hele sterke lopers bij elkaar hadden. Dus ik denk dat het voor Nederland er ook niet in had gezeten. Dus ik had er zeker geen spijt van dat ik de WK niet mee heb gelopen. Maar de EK denk ik dat we veel meer te zoeken hebben. En zeker als je kijkt wat voor groepje we nu hebben. Als Patrick met zijn prima debuut erbij. Als Martin gewoon weer fit is. Dan denk ik dat we een hele mooie, met een heel mooi groepje kunnen gaan. Dus wat een mooi 2010. Rustig nu herstellen. Geen cross. Nee, ik ga eerst herstellen en daar trek ik zeker een week of 5 vooruit. En moet ik kijken met wat voor wedstrijdje ik weer ga beginnen. Maar ik ben blij dat ik me al geplaatst heb voor Barcelona. Dus ik moet met Gerard gaan overleggen of dat ik wel voor een voorjaarsmarathon kies of niet. Wellicht is het wel weer goed om,
om aan mijn snelheid te gaan werken. Als ik zag in Tilburg dat ik toch met een marathonvoorbereiding 29.01 kan lopen, dan ben ik wel benieuwd wat ik met een 10 kilometer voorbereiding op de 10 kan lopen. Mooie feestelijke dag in Amsterdam. Maak er nog een fijne dag van. Ja, ga ik zeker doen.